is een prachtig boek wat ik hier aantref. Een studie over Gräfin Zorevetlov. Dit boek dat interesseert mij omdat ik een studie maak over de zogenaamde kosmieken die rond de eeuwwisseling, rond 1900 in München, actief waren. En waar de Hausgeist van Castro Peregrini onderdeel van uitmaakte, Stefan George. En deze Franciscus Zorevetlov was een vrouw die tot de verbeelding sprak van al deze kringleden. Met name omdat zij gold als de vertegenwoordigster van de Magna Mater, van de Grote Moeder. Als tegenwicht voor de patriarchale, Pruisische mentaliteit die er in Duitsland heerste. Ze was een soort eigenlijk een alternatief voor alle gedisciplineerde vrouwen, opgesloten vrouwen. Ze werd de Madonna van Schwabing genoemd, de Schwabing, de kunstenaarsbuurt van München in die tijd. Deze vrouw heeft altijd op mijn verbeelding gesproken, ze heeft prachtige dagboeken geschreven en die kan ik iedereen aanraden.